Welkom, beste leerlingen van het vierde jaar. Alvorens we van start gaan met deze eerste digitale geschiedenisles, even kort een beetje informatie. Jullie zien hier in het groot de titel van de les verschijnen en daaronder staan de corresponderende paginanummers. Zodoende kunnen jullie dat altijd tegelijkertijd openleggen en volgen waar we zijn. 4STB, wij waren al gestart met deze les, maar jullie hebben ze niet helemaal gekregen. Jullie misten nog zeer veel informatie. 4STA, 4TW, voor jullie is dit nieuw. Laten we eens gaan kijken waar die heksen nu eigenlijk vandaan komen. Zoals jullie wel weten is het geloof in hekserij niet nieuw. Wanneer men in een nieuwe tijd start met het vermoorden van mannen, vrouwen en kinderen, is het geloof in hekserij al eeuwen oud. Een voorbeeld daarvan zie je hier. Deze heks heet Kirke en Odysseus komt haar tegen. Nu, we zitten dan in de Romeinse en de Griekse tijd, dus echt wel millennia geleden, alvorens ook echt heksen vermoord worden. Men geloofde ook dat niet iedereen magie in zich had. Je werd ermee geboren. En je kon dan kiezen of je een goede of een slechte heks of tovenaar werd. Wat men de mythe en zwarte magie noemde. Wat erg belangrijk is om te onthouden aan deze lessen, is dat heel veel mensen de hekserij, het geloof in hekserij en het doden van onschuldige mensen in de middeleeuwen plaatst. Wat dus helemaal fout is. Het is pas in een nieuwe tijd, wanneer de wetenschap opkomt, wanneer mensen veel moderner zijn, wanneer Amerika ontdekt is, dat mensen maar pas zo dom zijn, tussen aanhalingstekens, om ook echt onschuldigen zwaar te gaan martelen en te gaan vermoorden. Dat is een heel belangrijk detail om te onthouden, want men denkt heel vaak dat vanaf de nieuwe tijd alles alleen maar vooruit ging. Wat niet echt klopt. Tot de 14e eeuw is er dan ook helemaal niet zo'n groot probleem. Tot 1000, het jaar 1000, verbiedt de kerk zelfs het geloof in hekserij. De kerk veroordeelt volledig het nogal onnozele geloof in hekserij en plaatst daar ook vraagtekens bij. Het staat ook nergens in de Bijbel dat hekserij per se zou bestaan. Er staat wel in dat je vermeende heksen zou moeten doden. Tussen 1000 en 1300 dan moet de kerk een toegeving doen, want de mensen beginnen hoe langer hoe meer te roepen dat hekserij wel degelijk bestaat. En de kerk laat een gevangenisstraf toe. Heel vaak worden mensen dan enkele jaren in de gevangenis gesmeten en worden ze nadien verbannen. Of ze worden onmiddellijk verbannen, dan is men er vanaf. Het is dus ook een heel fout idee om te denken dat de kerk schuld heeft aan de hekserijvervolging. Het zijn eerder de mensen zelf die erom roepen. En maar pas vanaf de 14e eeuw zien we enorme stijging in het geloof in hekserij en ook het vervolgen ervan en het doden van mensen. Wat ligt daaraan vooraf? Heel erg belangrijk is om te weten wat er nu eigenlijk gebeurt alvorens mensen, volgens ons beeld, toch zo dom zijn om te beginnen geloven dat hekserij bestaat. Er is ook geen enkel bewijs. Nu, we zien hier enkele afbeeldingen. Hier links zien we het vaak gebeuren van erge ziektes. Vanaf de 14e eeuw zien we dat er steeds vaker zware pestepidemieën of zware andere uitbraken van ziektes zoals cholera, tyfus, tuberculose uitbreken in de Europese steden. Het heeft er vooral mee te maken dat mensen veel dichter op elkaar gaan wonen. Er komt steeds meer industrie op gang, de steden groeien, de hygiëne is rot slecht, dus die epidemieën worden echt veel erger. Wat we dus ook vandaag met corona zien. Mensen leven veel te dicht op elkaar. Deze afbeelding kennen jullie allemaal wel. Dit is een pestdokter. En ook hier rechts zien jullie een beeld waarbij mensen op straat gewoon sterven. De beelden zijn nogal dramatisch, maar het komt er wel op neer. We hebben ook in Italië beelden gezien, ondertussen in Guatemala, waar mensen gewoon op straat sterven. Dus tijdens zo'n epidemie neemt de angst enorm toe. Ook dit gebeurt er in de 14e eeuw en daar hebben jullie al les over gehad. Hier links zie je Calvijn. Nee, excuseer, zie je Luther. In het midden zie je Calvijn en rechts zie je Jan Huts, een iets minder bekende reformist. Wat gebeurt er? Er wordt al langer meer kritiek gegeven op de katholieke kerk. En mensen zijn helemaal niet meer zeker in wat ze moeten geloven. En die onzekerheid over, zijn we wel goed bezig? Gaan we wel in de hemel geraken? Gaan we al onze geliefden wel terugzien? Of gaan we eeuwig in de hel branden? Maakt mensen zeer gefrustreerd. Die epidemieën zien ze dan ook als een vorm van straf van God. Wanneer een protestantse stad bezocht wordt door een epidemie, wijzen alle katholieken met de vinger en zeggen: ja, kijk, daar is het bewijs, wij zijn goed bezig. Wanneer niet veel later het omgekeerde gebeurt, weten mensen niet meer naar wie ze nu moeten kijken. En dat levert een zeer onzekere situatie op. En dan komt daar ook nog bij
wat altijd wel plaatsvindt, dat er natuurlijk ook natuurrampen zijn. Hier links zien jullie een oude afbeelding van een overstroming, wat kon gebeuren. Rechts zien jullie een aardbeving die ook kon plaatsvinden. En rechts beneden zien jullie hongersnood, dat heel vaak allemaal met elkaar samenhing. En door al die zaken beginnen mensen te zoeken naar een reden. Wat is er aan de hand? Mensen zijn onzeker. En men zoekt naar een zondebok. Wie heeft het nu eigenlijk gedaan? En natuurlijk gaat men daarbij kijken naar deze bevolkingsgroepen. Eerst en vooral zien we hier mannen met tulbanden knielen. En dan denk je al gauw aan de islam. Exotische mannen, mannen met andere kleurtjes, vrouwen met andere kleuren. En zij werden heel vaak de zondebok. Moslims, hier andere andersgelovigen. Dit is een Joodse afbeelding. Natuurlijk hadden de Joden het ook gedaan. En links zie je dan die vermeende heksen. Je ziet hier de duivel die kleine poppetjes geeft aan vrouwen. Dat zijn familiars in het Engels. Geesten die alleen de heksen konden zien en die ze alles konden laten doen. Maar het zijn niet de enige. Ook zigeuners, gehandicapten, bedelaars worden allemaal beschuldigd. Kortom, iedereen die enigszins anders is, wordt, zoals wel vaker gebeurt, wederom beschuldigd. Nu, wat is de rol van de kerk? Nu komt de kerk er natuurlijk aan te pas. Vanaf 1468 heeft de kerk geen andere keuze dan de hekserij officieel als een misdrijf te bepalen. En dan ook nog eens als een uitzonderlijk misdrijf. Wat erop neerkwam dat de kerk als enige kon bepalen of iemand een heks was of niet. Het gewone strafrecht gold dan niet meer. De kerk liet ook het martelen toe. Normaal gezien mocht je volgens het gewone strafrecht maar 3 maal gemarteld worden en dat voor maximum een half uur. Volgens de kerk moet dat niet. Vrouwen, mannen, kinderen worden eindeloos doorgemarteld tot ze eindelijk bekennen. Soms dagen aan een stuk. En het boek dat je hier ziet is daar heel belangrijk in geweest. Het heet de Heksenhamer of hier in het Latijn Maleficarum Pactaris Maleus. Het is een verschrikkelijk boek om te lezen. Het is moeilijk om je erdoor te worstelen, maar het betreft, één man heeft het geschreven, hij heeft er een andere bij gezet, Kramer heeft het geschreven en hij moet nogal gefrustreerd geweest zijn. De vrouw komt erin uit als een wezen ondermaats aan de man. Ze is ook geschept uit Adam zijn rib, ze is zwak, ze heeft het niet allemaal op een rijtje, ze is seksueel gefrustreerd en wil dus ook alleen maar seks en kan ook niet goed geloven. Het woord femina wordt op dat moment ook gezegd, komt van femis uit het Latijn. En men gelooft op dat moment dat femis betekent minder in geloof. Dus een vrouw komt er heel slecht vanaf. Wat staat er nu allemaal in de Heksenhamer? Heksen kunnen hagel, storm en onweer bijroepen. Ze doden heel graag kinderen, omdat ze daarvan zalf maken om te kunnen vliegen. Ze hebben eigen duivelse dieren die ze kunnen opsturen om anderen te doden. Het doden is natuurlijk centraal. Ze veroorzaken miskramen, ze veroorzaken ook onvruchtbaarheid. Ze kunnen vliegen op alle mogelijke zaken, daarom niet per se een bezem. En ze hebben tot overmaat van ramp, hebben ze seks met de duivel. Dat was altijd het belangrijkste natuurlijk. Nu, de rechtbank zelf, er is een zeer groot verschil, want ook de wereldlijke rechtbank komt in actie. Je hebt dus een verschil tussen kerkelijk en wereldlijk. Kerkelijk noemen we het de inquisitie. Zij martelen erop los, maar ze gaan niet alleen achter heksen aan. Ze behandelen ook ketters. En ketters zijn die mensen die volgens de katholieke kerk niet het juiste geloof hebben. Vooral protestanten dan, maar ook joden, moslims en zigeuners. Wanneer je door de kerkelijke rechtbank aangeklaagd wordt, volgt bijna altijd de dood. Bij de wereldlijke rechtbank is het belangrijk om te onthouden dat daar veel meer mensen sterven. Je denkt altijd, ook weer al foutief, dat de inquisitie de meeste mensen vermoord heeft. Wat fout is, ten ere de burgers zelf. Het is ook de schuld van de absolute vorsten, want zij willen meer macht. En die heksenrechtbanken dienen daar goed voor. En er zijn ook massaterechtstellingen, waar echt tientallen tot 50 mensen tegelijkertijd in brand worden gestoken. En iedere plaats moest heksen inleveren. Baljuws bijvoorbeeld, burgemeesters, gaan rond en eisen in elk dorp dat er heksen uitgeleverd worden. Er is dus geen ontkomen aan. Hoe ziet het proces eruit? Naargelang het gebied zijn er meerdere opties. Er volgt altijd eerst een beschuldiging. En nadien volgt een heksenproef. Je weet wel, die grote weegschaal of het onderdompelen in water. Sommige gebieden doen dit niet en gaan eerder naar
We gaan meteen kijken naar het martelen. En de eerste stap in het martelen is het rondleiden in de martelkamer. Heel veel mensen bekennen al als ze zien hoeveel pijn ze gaan lijden als ze niet bekennen. Stap 3 is dan natuurlijk het martelen. En natuurlijk ook het bekennen. En vaak ook het verraden van anderen, want daarop is men uiteindelijk uit. Men gaat ervan uit dat een heks nooit alleen handelt. Op den duur wordt dus iedereen schuldig gevonden. Dan volgt een rechtszaak die op niks trekt. En natuurlijk de executie. Het is niet altijd verbranden. In bepaalde werelddelen, zoals in Engeland, worden heksen opgehangen. En op andere plekken worden ze onthoofd. Maar wij kennen vooral de verbranding. Je ziet hier nog even die heksenproef. Rechts zie je nog de enige heksenwagen die nog echt bestaat. Die bevindt zich in Nederland. En links is de waterproef. Een vrouw werd dan ondergedompeld. Als ze bleef drijven, was ze schuldig. Zonk ze, was ze onschuldig. Maar zonk ze, tja, dan was ze wel verdronken natuurlijk. De doodstraf zie je hier uitgebeeld. Er zijn verschillende vormen. Hier zie je een Amerikaanse doodstraf waarbij een man verpletterd wordt onder stenen. Hier zie je onthoofding, verbranding, onderdompelen of verdrinken en ophanging. Het wordt allemaal gebruikt. Wat werd hen nu ook kwalijk genomen? Dat was die heksensabbat. Dat was een samenkomst waarop de vrouwen en mannen zouden dansen. En ze zouden het land overnemen. De geestelijkheid hield felle preken elke zondag in de kerk tegen deze samenkomsten. En je ziet hier deze dame, zij kust het achterwerk van de duivel, wat dus voorafgaat aan seks. En dat was natuurlijk het ergste van het ergste. Jullie hebben daar ook de taak van Jampan moeten maken. Je ziet die, die staat nu ook verbeterd op Smart School. Er is ook wel tegenstand tegen deze hekserijvervolging. Er zijn enkele mannen die wel degelijk gaan zeggen van dit klopt niet. Je ziet hier Johannes Wierland die er tegen ingaat. Heel wat mannen en vrouwen beseffen goed genoeg dat wat er gebeurt dom is. En dat het martelen sowieso leidt tot een bekentenis. Maar protest ertegen betekende sowieso zelfmoord, want dan ging je zelf ook aangeklaagd worden. Dus het duurt erg lang eer uiteindelijk iets gedaan wordt. En in 1666 is het dan eindelijk bijna voorbij. Wat gaat eraan vooraf? De protestanten waren van aanvang aan zeer sceptisch tegen het vervolgen van heksen. En men gaat ook steeds moderner denken. Eerst zien en dan geloven. In 1720 is het dan zo goed als afgelopen. En je ziet hier een stil van een film die in 1991 gemaakt is. En het is de actrice die Annie Goldie speelt. De laatste heks die in Europa verbrand geweest is. Zijn er vandaag nu nog heksen? Er zijn heel veel gelijkenissen. Er zijn heel veel filmpjes en je ziet ook een aantal gegevens. Hier zo meteen ga je een aantal krantenkoppen zien. Maar ook nu wordt er in bepaalde werelddelen nog steeds geloofd in heksen. En de gelijkenissen zijn frappant. Het zijn ook bijna altijd oudere vrouwen. Er zijn geheimelijke vergaderingen. Men gaat de slachtoffers kwellen. Men gaat ze proeven laten overgaan. En het ergste is dat het geloof in hekserij nog ongeveer overal ter wereld geldt. Nu met de corona-epidemie en met Trump als president ga je ook langer meer YouTube-filmpjes vinden waarin Amerikaanse pastoors prediken dat er heksen in Amerika zijn en dat Trump hen daarvoor aan het beschermen is. Dus het is niet iets dat alleen voorkomt in derde wereldlanden. Ook in Europa, in Amerika, ga je nog heel veel geloof in hekserij tegenkomen en roepen mensen nog steeds op om vrouwen te verbranden. Nu, waarom viel men vooral vrouwen aan? Men denkt nog altijd dat ze minderwaardig zijn, maar ook vooral omdat men niet kon verdragen dat een oudere vrouw voor zichzelf zou zorgen. Dat kon niet. Een man was nodig. En het zijn om die reden vooral oudere vrouwen die geviseerd worden. Vrouwen die dus geen man meer achter zich hebben staan. En tot slot zijn hier dan een aantal voorbeelden van krantenartikels. Een Saoedische vrouw die onthoofd wordt. Heksen die levend verbrand worden in Tanzania. Een Indiaanse vrouw in India die gekneld wordt. Mensen in Haiti die gedood worden. Een 2-jarig jongetje dat wordt achtergelaten in Nigeria. Het lijkt de derde wereld en ook daar alleen wordt er gehandeld tegen heksen. Maar nogmaals, je gaat heel veel YouTube-filmpjes vinden. Vooral in Amerika, waar ook daar opgeroepen wordt om heksen te vermoorden en tegen hen in te gaan. Hier zie je nog een artikel. Je kan het op het gemak lezen op Smart School. Gambia deze keer. Op Smart School staat in de map oefeningen een boekwidget klaar. Jullie horen deze te maken voor zondagavond 26.04. Vergeet op het einde je antwoorden niet te verzenden. Het staat ook in de digitale agenda. Verder staat er, moest je in deze cursus in dit gedeelte niks aanvullen, dus je moet ook niets uploaden en niets bewijzen.
Zorg er gewoon voor dat je de taak van Jean-Pan wel verbetert. Dat was de eerste les. Hopelijk was alles duidelijk en tot de volgende keer.